Het Alpha College start komend voorjaar met een MBO-opleiding Game Design. Tijdens deze vierjarige opleiding kun je leren hoe je spellen en grafische animaties maakt. Volgens het Alpha College is er veel vraag naar vakmensen op dit gebied. Dit omdat computerspelletjes razend populair zijn en de markt nog steeds groeit. We praten over 230.000 mensen die op dit moment werken binnen Nederland in de gaming. En dat is best heel veel en we verwachten dat dat zeker meer dan gaat verdubbelen in de toekomst, dan bij de toekomst. Er is niet alleen veel werk voor toekomstig afgestudeerden in de spelletjesindustrie. Ook bedrijven en instellingen gaan steeds meer gebruik maken van technologie die in de game-industrie is ontwikkeld. De ontwikkeling gaat heel snel en binnen nu en 10 jaar voorspelt men een hele booming aan games binnen de economie, binnen de bedrijven. Je kan denken bijvoorbeeld, zoals net ook genoemd is, een virtuele postbank waar je naar binnen kan lopen, waar je kan praten met de receptionisten, waar je dus je bankzaken kan doen door daadwerkelijk interactie te hebben met degene die achter de balie zit. De traditionele manier van iets grafisch neerzetten is natuurlijk vaak op papier, heel plat. Wij leiden onze mensen op om dat in 3D uit te voeren en op een speelbare manier, dus dat het eigenlijk interactief is.